Een hele goede middag. Mijn naam is Luca Eckel en vandaag zijn we hier in Groningen. Op dit moment staan we in het Oude Kijk in de Jatstraat. We gaan kijken bij de Stalstraat, nummer 3. Allereerst iets over de locatie natuurlijk. Als we hier om de hoek gaan, komen we meteen bij de Rijksuniversiteit uit van Groningen. De Stalstraat ligt eigenlijk tussen de Grote Markt en de Rode Weeshuisstraat, waar ze een mooi complex aan het bouwen zijn. Met allemaal hele mooie luxe appartementen. Aan zich is de locatie natuurlijk perfect. Dus je hebt hier om de hoek ook meteen een Jumbo zitten. Grote Markt is eigenlijk achter je huis. Dus eigenlijk allemaal top. We gaan een kijkje binnen nemen. Dus als je met me meeloopt. Voordat we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube kanaal. Uw notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website. Selecteer Groningen. Zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. Zoals jullie daar kunnen zien, is het appartement hier op de eerste etage. Jullie zullen het al wel horen, ze zijn druk aan het werk. Maar ik ga jullie zo meteen binnen laten horen hoe het binnen klinkt. Zo zouden jullie versteld van staan. Loop er maar mee. We zijn aangekomen op de eerste etage en we gaan even een kijkje nemen voordat we het appartement betreden in de gemeenschappelijke buitenruimte hier. Nou, zoals jullie ook kunnen zien zitten we hier tussen de Stalstraat en de Grote Markt. Dus dit hoort nog bij het complex natuurlijk. Aan deze zijde zitten 6 appartementen. Dus daar deel je dit gedeelte van het complex mee. Nou, je kunt hier natuurlijk buiten heerlijk zitten. Zomers heerlijk genieten van een alcoholische versnapering met een terrasje erbij. Al met al natuurlijk helemaal perfect. We gaan even een kijkje binnen nemen in dat appartement. Welkom in de Stalstraat 3, eerste etage, 1 slaapkamerappartement. Met allereerst hier de slaapkamer, de badkamer. Achter deze deur bevindt zich de wc. Maar als eerst gaan we een kijkje nemen hier in de woonkamer. En als we de woonkamer eigenlijk binnenkomen, hebben we meteen aan de rechterzijde een woongedeelte. Genoeg ruimte voor een lekkere bank. En hier mogelijkheid tot het aansluiten van een tv. Hierachter is een kleine berging met een cv erin. Hier kan je natuurlijk je stofzuiger bewaren en dergelijke. Hebben we aan de andere zijde van de woonkamer de keuken. Keuken voorzien van een mooi groot aanrechtblad. Vaatwasmachine. Een spoelbak. Genoeg ruimte voor al jullie potten en pannen. Een afzuiger. Inductiekookplaat. Een combinatiemagnetron. En natuurlijk een koelkast met een hele ruime vriezer eronder. Genoeg ruimte hier voor 5 persoons tafel, waar je natuurlijk heerlijk kan zitten. Lekker een wijntje erbij. En hier hebben we dan de grote raampartij, waardoor er heel veel natuurlijk daglicht binnenkomt hier in de woonruimte. En ik wil jullie toch even wat laten horen. Want als we hier de ramen openzetten, hoor je eigenlijk alweer veel meer van het buitengeluid van de stad en waar ze nu natuurlijk aan het werk zijn. En als je hem dicht doet, natuurlijk niet. Nou, deze kan dus zo open. Maar ook nog op de kantelstand, wat natuurlijk ook wel erg prettig is. Nou, dan hebben we aan deze zijde van, van de woonkamer het intercomsysteem, zodat je niet helemaal naar beneden hoeft om je gasten daarop te halen. En natuurlijk de mechanische afzuiginstallatie. We gaan even aan de andere zijde van het appartement kijken. Met hier meteen in de gang de badkamer. Nou, een mooie ruime badkamer, voorzien van een lichtbad met jetstream, een grote instapdouche, een wastafel en de mogelijkheid tot het aansluiten van een wasmachine. Hebben we hier achter mij de slaapkamer.
Nou, erg lekkere slaapkamer. Huidige woner is aan het verhuizen, dus er zal een klein beetje een rotzooitje liggen. Ook hier hebben we weer de daglichtramen die hierin zitten. En een soort van een podium waar je op kunt staan of spullen op kunt neerzetten. Genoeg ruimte hier voor een tweepersoonsbed. Nog wat kasten. Eigenlijk gewoon wel mooi. Verderop in de gang hebben we de wc zitten. Een mooi zwevende wc met een fontein erin. We hebben nu het hele appartement bekeken. Dus allereerst iets over de locatie verteld. Daarna iets over het appartement natuurlijk. De slaapkamer hebben we bekeken. De woonkamer. Ik heb jullie de geluiden laten horen. En ben je nou op basis van deze video geïnteresseerd in deze woonruimte? Neem dan contact met ons op via de mail of bel ons op 088-6299-050. Hartstikke bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.